Dit programma wordt u aangeboden door Jos Beres Wijnkoperij. Jos, lekkere wijn, prima service. Hier staat helemaal vandaag met Karel ten Haaf. Hij is dichter, hij is schrijver, hij is onderzoeksjournalist. Hij was ooit vermaard samen met Stefan Nieuwenhuis, toffe gasten op Oog Radio. En dat is ook nog een beetje politicus, maar we gaan natuurlijk eerst even met hem over jouw nieuwe boek, Karel. Ja. Prachtig, Hemel en Afscheid. Ja. Dat is een heel mooi boek, vind ik zelf ook. En Joep van Ruiten ook. Ja, zeker. Want ik las de recensie in het Dagblad van Noord. 4 sterren. Ja, ik was ook heel tevreden natuurlijk. Ja. Want ik had al, je weet het maar nooit. En Joep van Ruiten, ja, dat is toch iemand die wel serieus wordt genomen. Ja, het absoluut. Het is niet een of andere boerenlul die zegt, ik vond het een leuk boekje. Maar die gaat echt lezen en die zegt waarom hij het goed vond. Dus, Joep van Ruiten is een kritisch man. Ja. Als het niet goed is, schrijft hij het ook op. Ja, dat heb ik ook wel eens meegemaakt met hem. Dus ik was extra blij. Ja, ja. Hij ook, ja, volgens mij. Ja. Want ik las tussen de regels door dat hij het jou ook gunde. Nou, dat is mooi. Het is ook een goed mens. Ik ook, dus ja, dan krijg je dat. Ja, maar dat boek Hemel en Afscheiden, ja. Waar gaat het boek over? Eigenlijk over een soort midlife crisis, zeg maar. Een oude punkdichter. Waar je mij in zou kunnen herkennen. Ja. Hoewel ik het natuurlijk niet ben, dat zal ik ontkennen altijd. Het is niet autobiografisch? Tuurlijk niet. Tuurlijk ook niet voor een deel. Nee. Absoluut. Maar de hoofdpersoon heeft wel dezelfde boeken geschreven als ik. En denkt hetzelfde als ik. Dus hij lijkt wel een beetje op me. Ja. Ja, en die komt dan een jonge dichteres tegen. En daar wil hij wel wat mee. En ja, dan gaat het hele boek erover. Gaat het lukken of niet? Ja. Oh, dus dat laat je open. Nu? Dat, ja, ik moet wil die mensen maar lezen? Ja, vind ik eigenlijk wel. Ja. Het is een page-turner en dan is de page-turning weg opeens. Ja, dat gaan we niet doen. Daarnaast ook een nieuwe dichtbundel. Klopt, ja. De vertaling van Herbie Hancock. Ja, ik heb het druk. Ja. Ik dacht dat ik nou voor de zomer even allemaal klaar heb. Dan kan ik daarna interessante dingen doen, zoals bijvoorbeeld met Pieter de Herenstraat wandelen. Ja, nee, dat is toch een beetje, ja, ik vind het wel een eer, maar het is toch een beetje altijd van met Piet door de Herenstraat en dan sterven. Dat is toch een beetje hoe dat zit eigenlijk. Ja. Een beetje zoals met Napels. Ja. Ja, mooi dat je dat zegt. Hey, maar heb jij ook wel eens periodes gehad dat je dacht van, misschien belt hij nu wel? Ik heb het ook altijd gehoopt, stilletjes in mijn achterhoofd. Als ik dan koud en haaf, als ik dingen van jou lees of dingen zie, en dan zo'n recensie van Joep lees, en denk ik van, maar die man is er gewoon, hij is gewoon eens een keer aan de beurt. Ja, nou, dat vind ik heel, ik vind het eervol en ik ben blij om. En je ziet het, de goden zijn ons ook wel gezind. Hartstikke mooi weer. Nee, dit is super weer. Maar weet je wat mij dan ook deugd doet? Dan lees ik dat jij in Bloemendaal bent geboren, ja. In 1962. Dat klopt allemaal, ja. Maar wat ik dan zo mooi vind, vlak daarna staat de Groninger schrijver. Ja. De Groninger dichter. Ja, maar ik voel me ook Groninger. Ik wil hier nooit meer weg. Ben hier ooit gekomen. In 1981 ben ik hierheen gekomen. Ik ging Nederlands studeren, want ik wou schrijver worden. Ja. Nou, Nederlands studeren is nooit wat gehoord. Tenminste, ik ben gesjeest, heet dat dan netjes, geloof ik. Maar ja, ik ben wel schrijver geworden. En ik wil hier nooit meer weg. Ik vind het een fantastische stad. De mensen zijn leuk. Het is net groot genoeg om alles te hebben van cultuur. Dat komt ook natuurlijk omdat het universiteit is. En, de cafés zijn 24 uur per dag open als je wil. Ja, geweldig. En toch is het een soort dorp, want je komt altijd bekenden tegen. Ik vind die combinatie vind ik fantastisch. Maar jij zei, dat vond ik wel mooi dat jij dat zei. Ja, ben je naar Groningen gekomen. Dus je had ook echt de ambitie om schrijver te worden. Ja, vanaf dat ik 16 was, zou ik schrijver worden. Ja, maar hoe ontstaat zoiets dan? Nou, ik las altijd wel heel veel. Dat vond ik prachtig. Oh, ik wou dat ik dat kon. Ja. En op een gegeven moment kwam ik toen een keer een gedichtje geschreven, eigenlijk voor de grap. En dat heette Ode aan Martin en dat ging over een Martin. Dat was een schele kerel en die had flaporen en een slecht gebit. Dat was allemaal niet best in ieder geval. En dat liet ik lezen aan een vriend van mij, die heette Martin. Het gedicht ging duidelijk niet over hem, want dat was een heel normaal, zelfs bijna knappe jonge man, zou ik maar zeggen. Maar die werd ontzettend kwaad toen hij dat las. Van als je dat gaat publiceren,
En toen dacht ik, oh, als je met zo weinig woorden zoveel emotie kan opwekken, dan moet ik maar eens doorgaan. Ja. En toen is het eigenlijk, ja, van het een kwam het ander. Ik begon het eerst te schrijven over mereltjes die wormpjes uit de grond halen, het stomme gedoe. Maar uiteindelijk ben ik daar wel overheen gegroeid, geloof ik. Hey, maar Carlton Haaf is nooit een man die een blad voor de mond heeft genomen. Je hebt altijd gezegd wat je denkt. Ja, doe ik dat altijd. Ja, dat doe je ook als je schrijft. Je schrijft gewoon op waarvan jij denkt van... Dat het gaat ergens over of ik wil het kwijt. Ja. Dus dat controversiële zit ook in jou. Ja, ik denk het wel. Maar ja, kijk, als je natuurlijk allemaal steeds dingen gaat schrijven die iedereen vindt of die iedereen al opschrijft. Ja, wat voeg je dan nog toe, hè? Ja, niks. Dus dan, ik denk, als ik hetzelfde had gedacht als de meerderheid van de mensen, dat ik dan ook geen schrijver had willen worden. Want ja, dan, wat heb je dan te melden? Maar als ik dan even weer terugkom op het boek Hemel en Afscheid, ja. Als ik dan ook de recensie van Ruiten lees, dan lees ik eigenlijk dat hij schrijft van, dit is eigenlijk het eerste normale boek van Ten Haaf, normale boek. Ja, ik weet niet of dat schrijft helemaal. Nou, omdat je een bepaalde stijl hebt ontwikkeld en dit laatste boek is toch anders. Ja, dat is een keer. Ik heb heel veel boeken waar heel veel korte tekstjes in staan die niet met elkaar samenhangen, althans op het eerste gezicht niet. En dit is natuurlijk gewoon een soort korte roman, dus het is één verhaal en dat is, wat dat betreft is de vorm wat klassieker dan. Ja. Hoewel ik er ook weer gedichten tussendoor heb gegooid, dus ik heb er een dichtbundel getiteld Handboek Ouder en Seks doorheen gemengd. Oh ja. Dus helemaal normaal is het ook niet. Maar... Ouder en Seks? Handboek Ouder en Seks. Oh ja, wat staat erin dan? Ja, gedichten over hoe dat gaat als je ouder wordt of je dan nog wel... nog steeds wel verlangen hebt naar en of het allemaal nog lukt en maar zo. Maar dan praat je natuurlijk niet uit ervaring. Maar nou, zo jong ben ik ook niet meer. Ik ben 54. Ik ben 54, nee, maar ja, of dat, maar is dat, wat is dat dan? Is dat een vorm van nieuwsgierigheid? Of is dat, spreek je dan uit feiten? Nou ja, god, kijk, ik merk natuurlijk wel, ik kan niet meer straffeloos achter elke mooie vrouw aanjagen zonder belachelijk te zijn. Nee, als het een vrouw, een student, als ik erachteraan ga zitten, denk ik, dan wist die zou ik hierop hangen. Denk je bij jezelf, dan schrijf ik het maar op. Ja, en bovendien, dat valt me dan ook op. Want ik mag me dan wel zelf nog heel jong en viriel en alles voelen. Maar ja, de werkelijkheid is toch anders. Ja. En dat is wel aardig dat botst met je beeld van jezelf. Toch heb ik het idee, Karel, dat het niet alleen maar afhankelijk is van de leeftijd. Nee, denk je? Nee, dat weet ik wel zeker. Dat weet ik wel zeker. Ik denk dat er genoeg dertigers zijn, Henk. Dat weet jij ook wel, want jij bent ook een beetje van onze leeftijd. Ik denk dat er genoeg dertigers zijn die niet zo met de intimiteit omgaan als wij. Dat zou dus heel het goed is kunnen. Niks, het heeft niks met leeftijd. Nee, dat is, maar het gaat mij er meer om dat als je 25 of 30 bent, dan kan je zowel achter meisjes van 16 aan als achter vrouwen van 45. Ja, ja, ja. Dat kan ik niet meer doen. Het moet ook ethisch verantwoord zijn allemaal. Ja, en esthetisch verantwoord. Het ziet er ook niet uit zo'n oude kerel met zo'n jonge vrouw. Nee, precies. Dat ziet er ook niet uit. Ja, dat zei ik over dochters. Ja, ja. Dus en terecht ook eigenlijk wel. Maar... Even terug naar de poëzie. Heb jij nog één trouwens zo tijdens de wandeling een heel kortje heen? Een heel kortje. Wat hier dan mee te maken heeft, oude lullenblues. Ja. Kom ik gisteravond met een leuk meisje in gesprek, zegt ze meneer tegen me. Nou, dat is een beetje... En die is al volgens mij 20 jaar geleden geschreven, toen ik het nog niet meemaakte. Maar inmiddels maak ik het mee. Dus ja. Zo zie je maar. Ik ben mijn tijd ver vooruit. Ja, maar vind je het jammer? Vind je het jammer? Dat nee. Nee. Heb je erbij neergelegd? Nou, ik heb een hele leuke vriendin en... Is die jongen? Nee, die is een jaar ouder dan ik. Nou, ja. Precies. Dus nee. Ik heb die behoefte, die onrust is gelukkig helemaal weg. Dat is, het is wel eens jammer, want het was op zich allemaal heel spannend en zo. Maar, en een nieuwe lichaam ontdekken, maar nee, ik hoef van mij niet meer. Ik heb net dat rijtje opgelezen, net dichter schrijver. En er kwamen ook politicus bij en radiomaker en onderzoeksjournalist. Welke van de drie moeten, want hier straat einde en nadat weer. Welke van de drie vind jij het leukst om nog even kort over te praten? Karel ten Haaf als politicus of onderzoeksjournalist? Nou, onderzoeksjournalist is al heel lang geleden, dus dat zou ik maar niet meer doen. Dat zou ik niet meer doen. Nee. Dus zeg maar, wat vind jij het leukst? Nou, ik vind het eigenlijk leuk. Politicus. Goed, nou. Ik ben zo links als de neten, is dat je wel weten. Ja. Echt, hè? Ja, echt. Ja, ja. Ja, dat is ook al begonnen toen ik 16 was, ongeveer toen ik... schrijver wilde worden, ben ik ook socialist geworden, zeg maar. In een periode gaat ageren tegen Wilders, hè? Ja, dat doe ik nog steeds, hè? Doe nog steeds, hè? Ja, ja, ja. Ja, elke keer voor de verkiezingen dan ga ik weer eventjes uitzoeken wat de achtergronden zijn van die gasten op de lijst en dat publiceer ik dan. Dat doe je dan? Ja. En schrijf je gewoon op? Dat schrijf ik gewoon op. Ja, en zijn de reacties daarop? De meeste mensen vinden het leuk, in mijn omgeving.
En soms krijg je van buitenaf, van een PVV-aanhanger, een opmerking dat hij het minder leuk vindt. En ja. Nou, missie geslaagd. Want ik mag ze graag tegen de haren instrijken. Dus, ja. Dus dat heb jij nog altijd. Dat vind jij nog altijd belangrijk. Ja, ja, dat kunnen wij straks ook weer verwachten bij de volgende verkiezingen. Ja, zeker. Ja. Dan ga jij er gewoon weer mee bezig. Ik ga er gewoon weer mee bezig. Hey. Ja, ja. Henk, ook wel belangrijk is dat je af en toe eens vraagt in Herenstraat: heb ik nog iets laten liggen? Heb ik nog iets van waar jij zegt van hé, hey, van Rick, daar heb ik nog graag in willen zeggen? Nee, eigenlijk niet. Nee? Nee, jij bent zo'n goede interviewer. Ja, alle punten heb je. Denk je dat dat het is? Nou, wat ik wel leuk vind trouwens met dit weer. Je had een tijdje geleden, vroeger had je hier een soort, hoe heet zo'n ding, een fontein in de Herenstraat. Ja. En dat willen ze nu weer op de Grote Markt. Ja. Ik vind het zo stom, want dat wordt gewoon openbaar pisbak natuurlijk. Ja, vind dat niet moet? Ja, het is een leuk idee, maar er wordt de hele nacht in gepist. Dat kan ik je nu al vertellen. Chris gaat het niet leuk, denk ik. Nee, maar ja, ik vind het niet leuk als er straks allemaal pis uit opborrelt. Kruitenhaaf kiest uit, jij moet eerlijk kiezen, hè? Dat vind ik wel leuk, hè? Ja. Twee topdichters uit de stad. Ravi of Van der Hoef? Ja. Ja, ik vind het wel heel moeilijk, hè? Jij niet? Want dat is natuurlijk... Oh, jij niet? Laten we dan maar Van der Hoef doen. Ja? Van der Hoef kies jij? Wel, ja. Kees, kom maar. Ja, die kan op jou uitbeeld. Kruitenhaaf, joh, verstopt. Een schuiver, schuine streep dichter. En hij kiest Henk en dan zijn we super blij. Kees van der Hoef.